groot en klein. Ze kunnen mijn shitjes niet weerstaan. Het is een hele gekke middag, want hoe vaak maak je mee dat je elke pakweg vijfde worp een snoekje haakt? Ik denk dat ik er op een stuk van 300-400 meter zo'n 30 heb gehaakt en ook nog een aantal van gevangen. Ze waren allemaal 30 centimeter, dus die zijn kennelijk net uitgezet hier. Nou, dit is dan de eerste, nou ja, hij is ook niet groot, hij zal de 60 nog niet eens halen denk ik. Maar dat is in ieder geval de eerste fatsoenlijke snoek vanmiddag. Het is wel leuk trouwens. Is eindelijk gemaaid in de polder, dus ik ben begonnen op ondiep water met een streamer. Maar ja, ik ben al een uur bezig en helemaal niks gezien tot nu toe. Waarschijnlijk komt het gewoon door het weer, want het is weer eens een keer windstil en daar hou ik helemaal niet van. Maar ja, bij de pakken neerzitten is ook niks voor mij, dus ik ga het verder proberen met een streamertje. Sorry, ik bedoel met een shed natuurlijk. Ik had meteen een misser op deze shed, maar ik haal hem er toch af, want hij loopt niet helemaal naar mijn zin met een kopje van 3,5 gram. Het is altijd een beetje schipperen met sheds op ondiep water. Als ik er zwaarder aan doe dan 3,5 gram, dan loop ik steeds vast. Maar voor de actie zou ik eigenlijk het liefst 5 gram hebben. Want dan duikelt hij wat fanatieker en dan gaat het staartje beter tekeer. Maar goed. Even proberen hoe deze loopt. Nou, deze shed liep wel lekker. Hier is het bewijs. Niet groot, maar wel leuk. Zeker op een dag met windstilte in de polder, want dat blijft in de polder. Want dat blijft toch altijd heel lastig. Ja, wat ook lastig is. Ja, dat blijkt wel weer, is om een shed te vinden die je echt heel langzaam kan vissen in ondiep water. Maar ik denk wel dat ik het nu voor elkaar heb. Het is niks meer geworden in de polder. Dus ik ben naar een ander water gereden waar het wat dieper is. En waar in ieder geval een klein beetje wind op het water staat. Hopelijk lukt het hier beter. Twee minuten later en weer zo'n kleintje. Nou, het patroon wordt wel heel duidelijk nu. Het is niet de eerste keer deze week. Normaal gesproken is dit een water van weinig maar groot. En vandaag is het allemaal klein spul.
Dat heb ik nog nooit eerder meegemaakt, dus het is duidelijk wat er aan de hand is. De wind is ook weer weg trouwens. Na een stuk of 10 aanbeten van kleine snoekjes was het duidelijk dat hier ook snoek uitgezet is. Nou, goede zaak. Het heeft ook het formaat waarvan je denkt van nou, die hebben een goede kans om te overleven. Tijd om te stoppen, want ik wil ze niet langer plagen. Leuke snoek. En nu voor de verandering eens een keer op een fel groene shed. Met opzet gekozen, want het is weer eens een keer windstil en glashelder weer. Ja, eigenlijk gewoon geen snoek weer. Maar goed, hij dacht er anders over gelukkig. Dus ik blijf hier nog maar even. Nou, ze zijn nog steeds in een groene bui. Altijd leuk als een plannetje werkt. Zolang het zo helder blijft, ga ik nog maar even door met groen. En wordt het wat donkerder aan het eind van de middag, dan schakel ik over naar een donkere kleur. Ja, geloof het of niet. Je moet een filmpje maar eens bekijken over kunstaas en kleuren. Hoe donkerder het weer en hoe donkerder het water, geef mij dan maar zwart en bruin. Ik ben weer tussen de eenjarige snoekjes beland en ik ben er niet blij mee. Ze aasen bloedfanatiek en ze zijn ontzettend lastig te onthaken, want ze houden hun kaken op elkaar. En ze zijn te klein voor de hielgreep. En dan gebeurde er nog iets geks net. Ik mis een Big Mama. Komt achter mijn aas aan, stopt een meter voor de kant en keert. Ik denk, die is voor mij. Dus ik gooi weer in. Spring dus een klein rotsnoekje op. Nou, Big Mama niet meer gezien. Ik ga naar huis en ik heb het koud en ik heb honger. Ik ben vanmiddag in de polder en het waait eindelijk weer eens een beetje. Nou, een beetje hard zelfs. Het is moeilijk om de zaak onder controle te houden. Het water is hier hartstikke modderig, bijna chocomel. En dan vis ik graag met dit soort shads. Om te testen of er verschil is, begin ik met deze, voordat die zwart-bruine eraan gaat. Voor mij een nieuwe kleurencombinatie, nog nooit mee gevist. Het is inmiddels zo hard gaan stormen, en het wordt nog erger straks, dat ik mijn testje niet af heb kunnen maken. Ik ga kijken of ik ergens een plekje kan vinden wat meer in de luwte ligt. Want met dat lichte aas heb je geen enkele controle met dit weer. Ik dacht dat het hier minder zou waaien. Maar dat was van korte duur. Het begint hier nu ook te stormen. Het is wel ontzettend lastig vissen. En bovendien heb ik heel veel last van drijvend riet hier op het water. Ik probeer het nog even 10 minuutjes. En
ik hou gewoon die oranje-groene eraan. En dan hou ik het voor gezien. Dit was duidelijk mijn dag niet. Behalve veel wind, twee babysnoekjes en een heleboel van dit soort rietpluis heb ik niks meer gevangen. Volgende keer beter. Oeps, dat wordt lastig vissen vandaag. Het zal niet meevallen om een stek te vinden zonder ijs. Soms lijkt het alleen maar zo dat er geen ijs ligt. Helaas, maar dit is het enige stukje water wat ik heb kunnen vinden, waar in ieder geval een klein stukje zonder ijs is. Nou, ik probeer het een half uurtje. De afgelopen drie seizoenen heb ik drie molens versleten. Alle drie gingen ze kapot op hetzelfde punt. Het mechanisme van de beugel. Hier. Vanaf vandaag ga ik het anders doen. Ik heb een molentje besteld bij de Chinese website AliExpress voor 17,5 euro. En ik ben benieuwd hoe lang die het vol gaat houden. Ik weet niet eens hoe die heet trouwens. Iets met Shark GT 3000 geloof ik. Nou, we zullen het zien. Ik begin op ondiep helder water. Dus heb ik gekozen voor een felgekleurde shad die ik een klein beetje bijgewerkt heb. Het is er een van 3,5 gram. Ik heb er een kraagje aan gemaakt en ik heb de voorkant iets afgestompt. Daardoor kan ik hem heel traag binnenvissen. Kom op, we gaan hem uitproberen. Bij de eerste worp merkte ik al dat er een 5 gram loodkop op zat in plaats van 3,5. Nou, dat is jammer. Maar ik was te lui om terug te lopen naar de auto. Dus ik heb het een half uurtje geprobeerd. Ik denk, nou ja, dan maar wat sneller binnenvissen. Helaas, niks gezien. Op de terugweg, weer met 5 gram helaas, ga ik het nog even proberen met een ander kleurtje. Mijn favoriet, plus een stinger. Ik heb het nog een half uurtje geprobeerd, maar dit heb ik niet gehoord. Ik ga naar een ander water. Nou, dat was een goede beslissing om te gaan verkassen. Dan meteen bij de eerste worp duik deze snoek erop. Mooie vis. Nou, ik ben benieuwd of ze er zin in hebben hier. Actioncam helaas ligt nog in de auto. Maar goed, zo is het ook leuk. Ga hem terugzetten. Nou, de slip van mijn nieuwe molentje is inmiddels ook getest. Je werkt goed. Ja, als je één keer door hebt in welke hoek de vis zit, en in dit geval is het gewoon weer de plek waar de wind op staat, ja, dan kan je dus ook dit vangen af en toe met kunstaas. In zijn staart weliswaar. Supersport krijg je dan. Natuurlijk is het niet de bedoeling. Oh. Maar ja, ik ga er ook niet over klagen of schijnheilig doen. Dat is gewoon een leuke sport. Nou, het gaat lekker hier. Twee worpen, twee vissen. En nou, ik ben inmiddels 50 meter opgeschoven. Eerste worp, een kleintje. Ik ga verder.
paar dagen later. En ik ben terug op de plaats Delict. Om te proberen of ik vandaag de dressuur kan doorbreken hier. Met een zelfgemaakte streamer. Deze. Zwart met rood. Het regent, het is donker. Dus het moet lukken. Nou, het is niet gelukt om diezelfde vis te vangen met een streamer. Maar ik geef het nog niet op. Ik probeer het nog heel eventjes vanaf de andere kant. En met een andere kleur streamer. Ik hoop dat filmen een beetje lukt trouwens, want het regent. Zeg, denk ik niet dat de kleur er iets mee te maken heeft. Volgens mij was het de actie. Want deze streamer loopt veel beter. Nou ja, het plannetje werkt. Ik zei het met een andere kleur. Kijk of ik er nog een kan vangen met deze streamer. Ik heb een half uurtje gevist omdat ik iets wilde bewijzen. Nou, dat is ten dele gelukt. Maar nu ben ik het zat. Ik ben nat en ik ben het zat. En er komt ook nog eens een keer een sneeuwbui aan. Tot de volgende keer.